We staan hier bij Carlota. Carlota is recent sterkoe 3 geworden. Dit is ook de eerste koe op ons bedrijf die deze mijlpaal bereikt. Wat Carlota zover heeft gebracht, heeft volgens mij te danken aan haar sterk karakter. Het is een beetje eigenwijze koe. Een koe die op 4 poten staat met een heel brede voorhand en enorm droge benen. Wat haar typeert is vooral ook haar heel vast aangehecht uier. Ze verwacht binnenkort haar 13e kalf. Haar uier is nog steeds mooi net boven de hak opgehangen. En wat ze voor mij ook heel mooi maakt, is haar heel brede, licht hellende kruis. Carlota is ook een hele beste fokkoe. We hebben al heel wat beste dochters, kleindochters, achterkleindochters van haar. Momenteel zijn er 16 nakomelingen van haar op het bedrijf. In haar dochters en kleindochters en achterkleindochters zien we ook vooral een beetje toch dat karakter weer terug. Dat mooi hellende brede kruis en de heel beaderde uiers. Haar oudste dochter is inmiddels ook al aan de 98.000 kilogram melk. En we hopen ook dat zij ook die mijlpaal van de 100 ton kortelings gaat bereiken. Carlota stamt eigenlijk nog uit onze nationaal kampioenen van 1990, onze Carola. Dat was destijds een starboekdochter die we heel intensief gespoeld hebben. Daar kwam dan een Blackstar-dochter uit, Karelstar. Zij is ook een paar keer kampioen geweest op shows. Die hebben we vervolgens weer gespoeld met design. En uit die design kwam een Cutler. En daar uit die Cutler komt deze Baxter-dochter, Carlota. Dus ze zit eigenlijk nog redelijk kort op de tijdspannen van 34 jaar bij onze Carola van destijds. Ze heeft inmiddels alle predicaten behaald die er te behalen zijn. Binnenkort kalft ze voor de 13e keer. We hopen dat ze nog een vaarskalf geeft en dat ze goed opstart, zodat we nog lang kunnen genieten van deze prachtige koe.